Moordenaar Milika in ban van geest. Gegijzeld door een geest en nauwelijks schuldgevoel. Dat staat allemaal in het verslag van het verhoor van de man die na een grootscheeps DNA-verwantschapsonderzoek is opgepakt in verband met de moord op Milika van Doren. En ik praat hierover verder met misdaadverslaggever van de Telegraaf, Mick van Wely. Mick, welkom. Mick, jij hebt de hand weten te leggen op het verslag van het verhoor van de verdachte. Ja. Ja, wat is de strekking van zijn verhaal? Nou ja, je bent dan natuurlijk benieuwd hè, wat hij zegt over die moord in 1992. Het is een van de drie meest spraakmakende cold case zaken van de laatste tijd. En ja, wat hij zegt is dat hij destijds... Ja, hij kan zich herinneren dat hij daar reed en dat hij Milika tegenkwam, of althans een vrouw. En dat op het moment dat de confrontatie was, dat hij toen een geest in zich kreeg. En hij vertelt dat, ja, er kwam een geest in me en legde het ook uit met woorden. En op een gegeven moment gaat die geest er weer uit. En die rechercheurs die vragen dan aan hem van, ja, maar hoe zit dat dan? En wat gebeurde er? Ja, en daar houdt het eigenlijk op. En voor nabestaanden is het natuurlijk, kan ik me voorstellen dat het heel vervelend is. Want zij hopen natuurlijk dat hij juist openheid van zaken geeft. En dat hij heel rationeel vertelt. Dat hij heel rationeel vertelt wat er gebeurt. En hij vertelt, ja, ik fietste daar. En trouwens heel bijzonder. Het is altijd een raadsel geweest. De politie heeft altijd gezocht naar een getuige. Een Turks uitziende man op een fiets. Ja. En voor het eerst zie je dus in die verhoren dat hij dus dan vertelt dat hij daar fietste en zong. En dan weet je dus, verrek, hij was het dus inderdaad. Nou, we weten inmiddels door een DNA-match dat dit zeer waarschijnlijk ook de dader is. Maar hij, ja, hij komt met een wat raar verhaal over een geest. En hij gaat eigenlijk niet in op wat er precies gebeurd is. Hij vertelt eigenlijk nog meer. Hè? Hij vertelt volgens mij ook dat hij zelfmoord heeft willen plegen. Maar ook daar is onduidelijkheid ja, over. Nou, hij komt ook met het verhaal dat hij destijds veel problemen had. En hij zou een soort suïcidepoging hebben overwogen. Nou, dan gaat de politie met familie praten. Die zeggen, nou, van enige problemen was helemaal niets bekend. Dus ja, of dat nou waar is of niet, dat is niet helemaal duidelijk. En je ziet ook wel tijdens dat verhoor dat ze moeten het echt uit hem trekken dat hij ook begint met inlevingsvermogen. Je verwacht dat hij dan zegt, goh, wat verschrikkelijk wat er is gebeurd met dat meisje. En ja, dan reageert hij wat schamper op van, ik kan er niks aan doen, er kwam een geest in me. Ja. En ook dan wil hij eigenlijk niet, en pas heel laat begint hij dan iets van, ja, het is wel erg voor de familie, maar ze moeten dat recht uittrekken. Dus we zien eigenlijk al heel weinig empathisch vermogen. Heel weinig. En zijn advocaat, die heb ik dat gevraagd aan Kuipers, en die zegt van, nou ja, ik kan er niet zoveel over vertellen, want het onderzoek loopt nog en alles, verhoren nog. Maar hij zegt erover, ja, misschien kan hij het niet onder woorden brengen. Maar hij zegt ook van, ja, het is wel een aparte, het lijkt erop dat hij echt wel in de war is. Ja, want hoe is zijn Nederlands? Hij kan verder gewoon goed communiceren en duidelijk. Hij spreekt geen foutloos Nederlands, maar hij kan wel, ze hebben geen tolk nodig. Hij kan verder prima communiceren. Ja, hij woont hier al eigenlijk heel lang. Ja. Hij woonde overigens op een paar honderd meter afstand van de plek waar Milika een feestje had en zij uiteindelijk vermoord is. Ja. En zij is toen 's nachts na een feestje de bosjes ingetrokken, verkracht en doodgestoken. En sinds 92 was het natuurlijk onbekend wie de dader was. Ja, dit is wel wonderlijk, Mick. Want hij heeft dus eigenlijk heel lang heeft hij hiermee gewoon kunnen leven. Ja. Gewoon door kunnen leven. En dan komen we weer terug op het empathisch vermogen. Ja. Dat moet niet al te groot zijn om daar even op vooruit te lopen. Ja. Nou ja, ik vraag me altijd af, hè, dat zag je ook bij Marianne Vaatstra, de moord in 1999, of Andrea Lute, 1992, of nog eerder, 1993. Ja. Ik verbaas me dan over dat iemand dus dan kennelijk het een plek kan geven. Een plek kan geven. Ja. Maar ook dat iemand dus één keer iets heel raars doet, volkomen over de schreef gaat, en dat vervolgens niet meer doet. Want had hij dat wel gedaan, dan was hij opgepakt en was het door DNA-onderzoek wel gebleken dat die verdachte is. Maar Er zijn dus mensen die dan kennelijk één keer zo'n rare move maken en dan vervolgens toch weer erin slagen om verder te leven. En dan heel laat tegen de lamp lopen. En dat komt gewoon niet zo heel vaak voor. Nee, en straks krijg je ook een discussie natuurlijk bij hem van, goh, moet hij onderzocht worden in de Pieterbaan? Ja. Ja, dan is er een recidieve kans. Ja, hoe groot is de recidieve kans als iemand na zo'n delict 25 jaar lang niks doet? Dus dat zijn hele aparte zaken. Voor zover zaken. We weten overigens. Voor zover ze weten. Voor ja. zover we weten. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Maar ik vind het wel heel bijzonder. En als je dan die verhoren leest, hè, voordat het in de rechtszaal behandeld wordt, is het natuurlijk een buitenkansje en mooi om te zien. En ik vond het wel heel intrigerend. Je hoort dan de man spreken, hè, waar je al jaren over schrijft. Gewoon een van de ultieme cold cases. Ja, wat heel bijzonder is deze man is gepakt door DNA-onderzoek. Een methode waarmee veel cold case zaken de laatste jaren DNA-verwantschapsonderzoek. Ja, ja. Excuses. En dat is in deze zaak
En een belangrijke term, want de man deed zelf niet mee, maar zijn broer wel. Ja. En hij is via zijn broer gepakt. Ja, er waren 133 mensen opgeroepen om wangslijm af te staan. Een van de weinige weigeraars was dus de uiteindelijke verdachte. Zijn broer heeft wel DNA afgestaan. En via zijn DNA kwam de politie terecht bij de uiteindelijke verdachte. Ja. En de politie confronteert hem ermee en zegt ook van, goh, hoe vind je dat? En hij zegt dan, al was het mijn eigen zoon geweest, de dader van deze moord moet gepakt worden. En ik kan ermee leven. Ja. Het is wel dubbel, maar ik kan ermee leven. Moet je je voorstellen, eigenlijk werk je mee aan de veroordeling of aanhouding van je eigen familielid. Dat is, hoe dan ook moet dat heftig zijn. En ja. hij gaat daarop in. Dat is wel heel fascinerend om te lezen. Ja, alleen is het wel zo dat hij dat nu passief doet. Hij is zich van geen kwaad bewust. Nee. Ik doe mee. Ja, dat is het. Hij denkt, ja, de moordenaar moet op worden gespoord en ik doe mee. En hij zegt dan ook, ja, ik moet dat wel nog even verwerken. Hij, ja. hij vindt dat wel apart. Dat is wel indrukwekkend om te zien. Overigens wordt hij nog steeds gehoord. Pro forma zitting zit eraan te komen. Het wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Of hij komt, dat weten we ook niet. Nee. Maar het zit wel in de laatste fase nu. Ja, jij blijft uiteraard deze zaken voor ons volgen. Net Zeker. Als je altijd alle andere cold case zaken nauwkeurig voor ons bijhoudt. Zeker. En morgen hebben we twee grote pagina's met echt een onthullend exclusief verhaal over het belangrijke verhoor. Oké. Okay. Mick van Wely, dankjewel. En tot zover Misdaad Vandaag. Een fijn weekend.